Nijmeegse asielzoekers en sympathisanten vragen zich af waarom een actie voor een nieuw generaal pardon tot nu toe op nog maar weinig steun kan rekenen. Het is 10 jaar geleden dat het laatste generaal pardon voor asielzoekers is geweest. Bezorgde burgers starten daarom eind 2016 met een handtekeningenactie. Ze vinden dat het tijd is voor een nieuw generaal pardon, omdat veel vluchtelingen al lang in Nijmegen en de rest van Nederland wonen zonder verblijfsvergunning. Tot nu toe zijn ruim 10.000 van de benodigde 40.000 handtekeningen verzameld. Het programma voor de Roze Week 2017 is dinsdagavond bekendgemaakt. Tijdens een surprise borrel in Café Metz maakte homo-jongerenorganisatie DITO de activiteiten bekend voor deze week. Ook dit jaar zijn er weer allerlei workshops, voorlichtingsavonden, feesten en andere groepsactiviteiten verspreid door de stad. De Roze Week loopt van 29 mei tot en met 2 juni en het thema van dit jaar is Think Pink, What's the Difference? In navolging van dodenherdenking vieren we op 5 mei de vrijheid. Door het hele land zijn er verschillende bevrijdingsfestivals en zo ook in Nijmegen. Het festival in het Hunnerpark is kleiner dan het provinciale evenement in Wageningen. De Keizerstad legt de focus dit jaar bij rap, R&B en dance. Zo komt de eigenzinnige rapformatie Delict optreden. Traditioneel organiseert Nijmegen ook een kinderfestival in de Lindenberg. Tussen 2:30 en 4:30 kunnen kinderen genieten van muziek en verschillende workshops. In Groesbeek bestaat deze maand het Bevrijdingsmuseum 30 jaar en dat jubileum wordt gevierd tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei van 10:00 's morgens tot 4:30 's middags met een feestelijk programma in en rondom het museum. De hele dag door is er een radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit de oorlog en een tweedehands boekenverkoop met diverse stands. Verder vindt in Beuningen de tweede editie van Vrij Pop Bevrijdingsfestival plaats. Het programma gaat om 12:00 van start met diverse live optredens. En tussen die optredens door zal de 11-jarige DJ Benjamin Boker de muziek verzorgen. De dag wordt net voor middernacht afgesloten.